Yo, kijk van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van GTA 3. Ga snel deze missie nog een keer doen. Sayonara, Salafasator. Of zoiets stond er. Salafator. Dus ik moet voor een bepaalde tijd, moet ik dus daar zijn bij de club. Vorige keer geprobeerd had. Ik heb even de omgeving een beetje lopen verkennen. En ik heb een idee bedacht. Dus jullie gaan het idee zo meteen zien, ik ga nog niks zeggen. Ik weet zeker dat het idee gewoon gaat werken. Eerst gaan we die omver rijden. Daar heb ik toch niks aan. Maar eerst moet ik even de route zien te vinden. Naar de juiste plek. Dat ik hier nog rechtdoor moest of zoiets was het. En dan hier was het links. Dacht ik. Ja, hier was het links. En dan gaan we de gangsterwijk weer in. Waar ik aan alle kanten beschoten kan worden. Daar gaan we dan. De brug over. Er zit een hele vervelende loading screen. Kijk, daar dus. Van de vorige aflevering. En ik heb een idee. Want ik word gezien als ik in de buurt rondhang. Dus wat ik aan het beste kan doen is hide and seek spelen. Gewoon voor stoppetje. Dus we hebben nu al een keer gespot. De maffia start attack you. En je komt neer de building. Ik ga niet hier. Ik denk dat ik hier ergens een keer het dak ergens op kom. Tegenover. Die echt aan de andere kant. Waar ik moest zijn. Kijken. Moet ik dan hier ergens omhoog? Ja, waar moet ik eens precies zijn? Niet hier. Hier moest ik dus zijn. Oké, hier tussen misschien. Nee. Huh? Ik had zo'n idee waar ik naartoe wou. Gaan. Maar gaan we dus hier niet worden. Dat is balen. Even kijken. Wat was het nou hier? Ook niet hier. Hier was die plek waar ik naartoe wou. Vanaf hier kan ik dus heel mooi omhoog. En dan heb ik dus wel enig idee waar ik van het plan ben. En ik heb een hele package. Kijk, dus mooi overzicht. En 3 graden wat ik hier heb. Een snipe. En vanaf hier is gewoon... Bang. Dood. Alleen moet wel even kopen. Dat zou op zich wel fijn zijn. En dat doet hij nog niet. Moet die verkeerslichten inspecteren. Kijk jongens, een vierkantje. En een cirkeltje. Kijk, daar gaat hij komen. Dus wat ik hem zie is het gewoon... Bam. Dood. Dat is mijn hele plan. Eventjes wachten. Hij komt eraan. Hij komt, hij komt, hij komt. Die lieve goeie Sint. Omdat ik wel niet meer naar Spanje hoef. Ja, of trouwens wel. Het is lekker warm. En lekker op vakantie. Kom dan, Slome. Hoppa, mission passed. Kijk, zo doen we dat. Dat is nou eens op de juiste manier spelen. Wat is dat? Murder 30 Diablo's in 120 seconden. Oh, dat is een soort van missie dus. Wat is een Diablo? Dit? Nee dus. Waar zijn die krengen? Niet eens wie dat precies zijn. Dit? Lijkt me ondertussen wel. Dat zijn het ook niet. Is dit misschien? Nee. Jij gaat ook dood. Je hebt geen Diablo. Wie zijn Diablo's? Een stukje achteruit dan maar.
We weten wie die Diablos zijn. Ik heb echt geen flauw idee. Zou misschien ook wel niet zijn. Liep ik niet hier ergens rond misschien? Misschien hun zijn? Nee, ook niet. Ik heb geen flauw idee wie er precies zijn. Dat is het ergste van alles. Maar ik weet wel dat ik even terug ga naar de andere kant van de stad. Over het water weer. Want daar zou ik mijn nieuwe missie zeker wel starten. Tutut. Oké, hier zo in die villa weer. Hier de keer over het water. Die tunnel, maar die kon ik toen nergens vinden. Ben ik naar beneden gesprongen. Dus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Failed. A is de hele andere kant op en helemaal fout gereden. Ik dacht, volg gewoon die weg, dan kom ik wel ergens uit waar ik moet zijn. Maar nee joh. Zo, ik drift echt alle kanten op, behalve de kant die ik op moest. Zo, ik word weer random omhoog geschoten. Daarboven is die brug. Nee, dat is de brug niet. Hé, maar waar is die brug dan? Oh, die zit daar. Oh, lol, ik ben de hele dag gewoon voorbij, gewoon onderdoorheen gereden en elke keer langs gekeken. Moest ik hier in? Nee. Oh, nog verder die kant op. Daar is die brug. Waar ik op moet. Een bochtje hier. Kijk, hier is die. Snel de grens over, alleen spookrijdend. Misschien niet het slimste idee. Hé, hey, politie. Daar doe ik echt helemaal niks aan. Dus naar die andere kant op. Rijd op makkelijker. Oké, leuk die loading screens. Ik leef vol health zien te worden. Ik ben alleen 5% damage. Is eigenlijk helemaal niets, maar... niet hier. Ook niet hier. Hier hebben we de safe house. Kijk, dan ga ik hier af. Dat zal wel goed komen. En dan gaan we een nieuwe missie starten bij A. Oh god. Ik moet eens een andere auto zoeken. Hoppa. We moeten elkaar een vrachtwagen hebben. Is het dan een truck achter zich? Nee, ik heb geen kar. Dat stelt me alleen weer teleur. Perfecte landing. Ik heb alleen een paar deukjes gemaakt. Maar hey, dat is een perfecte landing. Is er nog een leuke auto voor zometeen? Ja, die staat er. Op naar de volgende missie. Nou, daar gaan we. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. This is my brother, Kenji. Asuka had a little job for you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Oh, casino. Just like Kenji. Always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Voor mij klopt die test ook niet echt letterlijk van Steam. De Steam versie. Oh god. Met tijd. No. Take out. Ik moet er 3 uitroeien. Het zou te doen moeten zijn, zou je zeggen. Die kant. En dan deze kant. Even kijken. Zal ik eens rechtdoor rijden? Kijken wat uitkomt. Oh, kom ik op meteen bij de allereerste. Dat is op zich vrij handig. Dus hier afgaan. Oh, er zijn er meteen 2. Hier ben ik nog nooit geweest, dus ik weet niet precies waar ik moet zijn. Ik neem aan dat ik hier naartoe moet en dan moet ik er zijn.
kijken. Poef. Poef. En dan wegrijden. Wat? Hoe ben ik hier geweest? A bastard. Hoe? Ik deed letterlijk nog helemaal niets. Allemaal wapens weer opnieuw kopen. En ik reed letterlijk weg. Normaal kan er niet eens uitgetrokken worden. Op die manier. Waar zit het hele politiebureau? Ik hoop niet al te ver weg. Maar eerst een paar nieuwe wapens kopen, anders kan ik niks. Hier om de hoek zit ammunition. Kijk. Altijd handig een ammunition in de buurt. Ja, ik heb meer nodig dan alleen defense. En heel wat goede snipers. Nee, mijn auto is niet weg. Ik ben er helemaal niet vrolijk van. Want van de kleine stukken lopen ben je natuurlijk hartstikke moe. Auto. Ook geen zin om hier naar beneden te gaan springen. Ook totaal geen zin in. Maar hieronder ligt toch helft, dus zoveel maakt niet uit. Oh, voor dat kleine beetje damage. Ik moet niet moeilijk gaan doen. Klein beetje jumping. Goed voor je conditie. Poging 2. Dat ik minder last krijg van de politie. Hallo? Goed zo. Oké, dan gaan we een paar mensen uitroeien weer. Toen je onkruid uitroeit, doe ik het alleen met mensen. Daar worden mensen heel blij van. Alleen, ik heb alleen een beetje zo'n rommel. Dat is het enige probleem. Onkruid geeft niet zo'n rommel. Als ze nog klein zijn. Nog kleine plantjes zijn. Als grote plantjes zijn, geven ze wat meer rommel. Vooral van die paardenbloemen als ze uitgebloed zijn. Ik wil ze best wel wat rommel geven. Kan ik vanaf hier trouwens bij? Ja of nee? Die gaat sowieso down. Hem kan ik hier dus niet raken. Kan ik hier wel raken? Ja. Prachtig, die zijn allebei dood. Van die hebben we geen last meer. Gewoon quick and easy vanaf een afstand. Precies zoals hoe het hoort. Alleen even kijken of hij nu het eerst komt. Oké, rechts. Ik hoop niet dat hij heel lastig is. Even kijken, hier links en dan zijn we er. Kijk eens. Boom. Ik ga nog wel dood. Voordeel van een granaatje. Even de politie even kwijtraken. Oh, meteen een hele package. Dank je. Nu hebben we dus hier een hele package gehad, maar... Ik kan hem meteen meenemen. Laat ik het dan maar meteen doen. In ieder geval van dat ene busje zijn we af. En hoe zitten ze hier? De vraag waar zitten ze hier? Ik heb hem allemaal geschoten. Waar komt dat vandaan dan? Eerst even kijken. Boven die building zitten denk ik. Zo'n idee heb ik. Ik heb echt geen flauw idee. Gekste van alles. Waar zitten ze? Kan ik hier niet omhoog of naar binnen? Nee, dat kan ik dus niet. Ik hoor wel mensen schieten op mij. Oh, wacht, hier kan ik dus iets omhoog. Dat kan wel eens handig zijn. Want hier kunnen ze wel schieten op mij.
Oh, ik zie ze al. One down. Twee down. Ik heb echt gewoon alles mis. Oh, daar boven zit er nog één. Doe dood. Doe dood. Braaf. Daar zie ik er nog eentje staan. Helemaal daar bovenop. Hier nog ergens eentje. Weet waar die precies zit? Ik zie hem niet. Oh, helemaal daar. Kom ik daar dan weer bij? Met mijn sniper. Vanaf hier. Mission passed. En het casino is vrijgespeeld. Maar dat ga ik misschien de volgende aflevering even snel doen. Ik zeg lieve like. Vergeet niet te commenten en te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.